de keren dat ik seks heb gehad met een man, heb ik hun piemels niet aangeraakt. Omdat ik ook heel duidelijk ben van, ja, ik ben eigenlijk super gay. Ik hoef daar niks mee te maken te hebben. Ik ben tevreden over mijn ontmaagding. Zo. Ja? Nee. Nou, ik denk achteraf gewoon niet helemaal de juiste reden of zo. Ik moet even een tijd terug. Ja, en ik ga niet mee terug met jou. Ik ben niet tevreden. Hoezo niet? Dat was ook zoiets van, nou, ik moet even iets kwijt. Was eigenlijk ook helemaal geen leuke jongen. Het duurde best wel lang, volgens mij. Volgens mij was het echt, denk ik, iets van 5 uur lang. Dus geen slechte ervaring voor een 18-jarige voor de eerste keer. Ik heb niks te klagen. Lang zat mee gewacht ook. Dat is natuurlijk omdat papa was overleden en dat ik aan hem had beloofd, zeg maar, dat ik niet zomaar met een meid naar bed zou gaan. Zeg maar. Ik uiteindelijk 25 was pas toen ik voor het eerst. Dat in principe nu, als ik er dan terugdenk, wel wat eerder gemogen, maar 25 is ook prima. Hoe oud was je toen je voor de eerste keer seks had? Ik wist dat die vraag zou komen. Ik wist het. Ik was 14 of 15. 18. Ik vond er niet zoveel aan. Een beetje zoenen en voelen en zo, was ik 11. Echt? Zo vroeg ja, al? Ja, ik was heel jong. 15. 15? Ja, dat meisje was ouder en de week daarop ging ze met mijn beste vriend. Voelde ik me helemaal een beetje kloten. Ik voelde me een beetje gebruikt en een beetje... Wat ja. Een fucking bitch. En echt seks? Ja, maar wat is nou echt seks? Nou, piemel in vagina. Ja, was ik ook heel jong. 14. Ik vond dat niet zo'n prettige ervaring. Nee, toen heeft het wel even een tijdje geduurd voordat ik het echt leuk vond. Nou ja, het zette wel de toon. Ik heb me sindsdien nooit meer verder druk gemaakt over vriendinnen van mij die dan vreemd gingen. 19 jaar was ik. Ik had totaal geen ogen voor vrouwen toen. En af en toe blowen, dus dan heb je ook geen vrouw nodig. Dat is gewoon lekker met je eigen gevoel. Toont onder in de bank. Huppakee. Hoeveel bedpartners heb je gehad? 5. Het zal nog wel in aankomen. Oh, wacht even. Ik denk niet meer dan ik, maar... Nee, natuurlijk niet meer dan jij. Ik doe maar even een wilde, gooi 10. Seriously? Mm. Nee, heel bescheiden. 4. Ah, toch? Ja, ik weet dat niet, hè? Ik was er niet bij. Nou, ik ben aan het appen met iemand. Dat zie ik eigenlijk van zitten. Ik moet wel even tellen. 4 mannen en met 4 of 5 vrouwen. Dan zit ik dichter bij 15. Okay, nou, dat is wel... dan bij 20. Dat is nog redelijk. Stel, je staat een jaar lang droog en je hebt geen seks gehad. Mm. Voor een jaar lang. Nou, dan heb ik toch zoiets van een man, daar kun je even snel mee naar huis. En dan heb je dat gedaan, nou, dan heb je dat gehad. Alleen met een vrouw ben ik wel meer serieus van, wil ik daar verder iets mee? Het zijn geen bekers die in de kast zitten. Trofee. Het is zo gelopen. De keren dat ik seks heb gehad met een man, heb ik hun piemels niet aangeraakt. Omdat ik ook heel duidelijk ben van, ja, ik ben eigenlijk super gay. Ik hoef daar niks mee te maken te hebben. Maar als jullie je willen uitleven voor de rest, voor het gevoel, ik heb mijn ogen dicht. En ik ben daar gewoon present. En het voelt soms wel gewoon prima. Waar ben je het meest trots op in bed? Oh ja, dat is... Wil je dat ik die koptelefoon opzet? Nee, ja, nee, dat moet je zelf weten. Maar dat ik zeg maar wel de rondingen heb, zeg maar. En dat kan je erg goed toepassen op de ander, als je snapt wat ik bedoel. Ik weet niet of jij dit wil horen. Weet Zou je, jij het van mij willen weten? Nee. Ben je lauw? Ja, ik denk echt dat ik goed ben in bed, eigenlijk. Ja, ik kan. Ja, ik ben echt heel goed in oraal bevredigen. Dat ik wel heel erg heb meegekregen dat het heel belangrijk is om te communiceren. Ik ben op zich wel goed bovenop. Ja. En daar hou ik niet van. Oh, daar hou je niet van. Je bent lui. Hey, ik ben heel lui. Ja, ik ga hem gebruiken. Waar ik het meest trots over ben aan mijn bedprestaties, is denk ik wel dat ik vaak van vrouwen te horen krijg dat, ja, dat mijn jonge heer er wel mag wezen. En wat ook best wel grappig is, een keer zei een meisje tegen mij, je kan me echt goed het gevoel geven dat ik niks waard ben en dat vind ik lekker. Wacht hij eraf? Zei je dat? Ja. Wat vond je van de seksuele voorlichting die ik heb gegeven? Ik weet nog wel dat je er heel erg vroeg bij was. Want ik weet niet, hoe oud was ik toen? 5. 5? Toen had je allemaal boeken gehaald bij de bibliotheek. Met plaatjes en zo. En ik weet wel dat ik heel erg in shock was toen. Ja. Dat ik gewoon moest huilen ook en zo. Ja, dat weet ik ook nog. Ja.
Nou, daar kom je echt een beetje laat mee. Ik denk 16 of 17 was of zo dat je daar een keertje over begon. En toen dacht ik van, ja, dat is wel een beetje laat. Wat ik wel nog weet is dat je een klein doosje condooms ingepakt had in rood cadeaupapier met een strikje erop. En toen zijn we gaan tanken en toen heb je die gegeven. Dat weet ik nog. Toen je je eerste vriendje had, heb ik dat gedaan. Je hebt wel altijd gezegd dat ik hem moest doen met iemand waar ik me op mijn gemak bij voelde. Nou, dat heb je gedaan. Ja, en dus, veilig. Ja. Dus, en dat is allemaal gelukt. Het probleem was, jij gaf mij volgens mij soms wel eens seksueel advies. Alleen, toen wist je niet dat ik op mannen viel. Weet je, ik denk dat als jij had geweten wie ik was en wat er allemaal speelde, ik denk dat je dan wel goed advies had gehad. Maar dat kwam er gewoon niet van. Jij stond nooit open voor seksuele voorlichting. Je hebt ooit ook een keer een boek door het huis gegooid. Er stonden natuurlijk allemaal dingen in over dat de penis in de vagina ging. En dat vond jij zo gruwelijk om te lezen dat je dat boek hebt weggegooid. Dan ben ik gewoon heel benieuwd, omdat papa en ik daar altijd een beetje zo los van elkaar doen, hè, naar jullie toe. Of papa daar even. Nee, ja. Nee, die zei gewoon seks is lekker. Gewoon doen. Net begin van de puberteit, dat ik tegen jou zei, ja, maar ik ga nooit seks hebben, want dat past daar toch echt niet in. Weet ik ook ja, nog. Klopt. Past ja. Toch. Ja. Zou je iets willen veranderen aan je seksleven? Nee, hoe het nu is, ben ik wel blij mee. Vooral dat het gewoon dat het belangrijk is voor beide personen om het fijn te hebben. Ja. En dat dat niet van één kant moet komen. Dat vind ik, denk ik, een van de belangrijkste dingen. Nou, ik zou niks willen veranderen. Nee, wees niet bang. Ik ga gewoon naar de volgende vraag, hoor. Nee, ik ben super tevreden. Ik zou wel wat vaker. Ik zou bijna 2 jaar droog nu. Dus, En ik weet dat sommige mensen denken van, oh, maar je bent transseksueel, hoe werkt dat met je seksleven? Nou, trust me, honey, er zijn genoeg mensen. Mm-hmm. Mijn telefoon. Misschien van heel veel personen naar één vast persoon, maar dan moet ik ook wel weer zin hebben in een relatie. Zo. Heb je er ruimte voor? Nou, nu niet. Ik ben veel te druk met mezelf. Ik zou best een leuke man tegen willen komen, ja. Waar ik seks mee zou willen hebben. Ja, misschien moet je niet zo kieskeurig zijn. Nou, jullie mogen binnen 20 seconden zoveel mogelijk synoniemen voor het woord seks opnoemen. 3, 2, 1. Neuken. Coïtus. Vrijen. Batsen. Hapsen, flapsen. Fukken. Naaien. Wippie. Peggen. Doeken. Beschuitje eten. Pakken. De volgende keer als jij spuit, laat het dan slikken. En kijk, spuiten en slikken.